Bij deze oefening wordt de knijpkracht voor de handen getraind. Dit is onder andere belangrijk voor het vastpakken en het vasthouden van spullen. De deelnemer kan bij deze oefening zitten of staan. Je kunt deze oefening ook eenvoudig met een groepje doen. Het is belangrijk om eerst een paar keer zachtjes te knijpen voordat er meer kracht op komt. Dit betekent een vuist maken en weer openen. Zorg ervoor dat de hand goed gestrekt wordt bij het openen. De handen dicht. En weer rustig open. En weer rustig dicht. Knijp maar een beetje. En weer rustig open. Nog één keertje. En weer dicht. En weer rustig open. Mooi. Dat was hem al. Je kunt starten met knijpen en ontspannen. En dan opbouwen naar 5 tellen vasthouden. Na deze oefening kan je de deelnemer uitdagen wat harder in de handen te knijpen of in een voorwerp. Zoals een balletje. Ja, probeer ze maar eens in te drukken. Alle twee? Ja. Dus gaan ze weer. Dus knijpen maar in. Knijpen. En weer los. En je knijpt er weer in. En weer los. Nog 2 keer. Zorg dat de deelnemer een paar seconden in de hand of het voorwerp blijft knijpen. Aandachtspunten voor deze oefening zijn: begin met zachtjes in de handen knijpen. Herhaal dit 8 tot 12 keer per hand. 2 tot 4 sets en vervolgens een voorwerp, bijvoorbeeld een balletje.